Ik heb mijn man aangetroffen. Die heeft suïcide gepleegd. En nadat ik een paar dagen nadat alles voorbij was, merkte ik dat ik steeds fysiek bleef reageren als ik terugdacht aan het beeld wat ik van hem zag. Fysieke reactie als trillen, angst, misselijk, mijn hoofd wegdraaien als ik het beeld weer zag. Ik durfde ook dus de straat bijna niet meer op, uit angst om dingen tegen te komen, mensen tegen te komen. Een vriendin van mij die zei van, nou, dat gaat niet goed zo, je moet hier wat aan doen. Die had van EMDR gehoord en die heeft op een gegeven moment op internet gekeken, lijst voor mij uitgeprint en ik ben zelf op zoek gegaan naar een practitioner. En daar heb ik EMDR gevolgd. En ja, na 2-3 keer EMDR was ik eigenlijk van het beeld af. Of althans, het beeld heb ik nog wel. Het beeld zie ik tot in details nog. Maar de heftige emotionele reacties die daaraan gekoppeld waren, dat is helemaal weg. Dat is helemaal over. Veel mensen maken in hun leven een trauma mee. Ze maken iets mee waar ze blijvend klachten van ondervinden. En EMDR is een behandelmethode om die klachten te verminderen. Henk is hoofdconducteur bij de spoorwegen. Hij heeft kort geleden een nare ervaring gehad toen hij aan het werk was. Sindsdien heeft hij last van nare beelden die zich aan hem opdringen. Zijn huisarts verwees hem naar een psycholoog voor een EMDR-behandeling. En toen zag ik verderop op het spoor iemand liggen of iets, zo leek het dan. En toen ik daar aankwam, toen schrok ik heel erg, want het hoofd was eraf. En het was alleen nog een toegetakeld lichaam. EMDR is natuurlijk bewezen effectief voor posttraumatische stressstoornis. Maar je ziet dat het steeds breder wordt toegepast. Waar die toepassingen zijn, is op het gebied van depressie, is op het gebied van fobieën, chronische pijn, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen. En ja, dat lijkt dan alsof EMDR geschikt is voor alles, maar dat is niet zo. Want het uitgangspunt is steeds, bij ieder probleem, is er een relatie, is er een verband tussen de klacht en de gebeurtenis. En dan maakt het eigenlijk niet uit of het een hele grote gebeurtenis, een ernstige gebeurtenis of kleine slepende voorvalletjes. Het gaat om dat verband. En dan neem je ook het naaste moment, wat nu nog het naaste moment is om aan terug te denken. Je vraagt daar die herinnering zo levendig mogelijk te maken met alle associaties, beelden. Dus zie jezelf in dat plaatje en wat maakt dat beeld zo naar? Alle gevoelens die daarbij komen kijken. En als je kijkt naar dat naarste beeld en je zegt in jezelf, ik ben machteloos, hoeveel spanning voel je daar dan bij op een schaal van 0 tot 10? Ja, toch wel een 8, denk ik. En waar in je lichaam voel je dat het sterkst? Bij je buik? Ja, in mijn buik. Oké. Vanaf dat moment is alles goed. Gedachten, beelden, geluiden, gevoelens, associaties aan andere dingen. En dat zal de therapeut dan begeleiden en volgen. Wat komt er bij je op? Het lichaam was echt heel erg verminkt, hoor. Ja, oké, concentreer je erop. Wat komt er nu bij je op? Bloed. Kun je concentreren. Ja. Ja, het gaat een beetje. Ja, het is raar, maar het voelt alsof het iets afzwakt of zo. Oké. Als je nu opnieuw dat nare beeld voor ogen haalt, het beginbeeld zeg maar, wat nu in je geheugen ligt opgeslagen, hoeveel spanning voel je dan nu terwijl je daar naar kijkt? Ja, 4 nu. Oké. Okay. Dat is wel raar. Ja. En daar gaat de therapeut net zo lang mee door tot die herinnering helemaal neutraal aanvoelt. En als dat punt bereikt is, dat het korter of langer duren, dan zal de therapeut vragen dat
beetje neutrale beeld geworden, te koppelen ook aan een positieve uitspraak. Als je nu dat beginbeeld weer opnieuw voor ogen haalt, dus zoals nu in je hoofd zit, hoeveel spanning voel je dan nu als je kijkt naar dat beeld? Het is heel raar eigenlijk hoor, maar niets meer. Oké, nee, het is alsof het heel ver weg is. Mm. Soort alsof het verleden tijd is geworden. Okay. Nee, ik voel echt niets meer. Ja, nou, mooi. Ja, hij lijkt helemaal verbaasd. Ja. Hey, en als je datzelfde beeld nu bekijkt, hè, hoe geloofwaardig voelt daarbij dan de uitspraak, ik kan dit beeld aan, op een schaal van 1 tot 7? Dus bij 1 voelt dat nog helemaal niet geloofwaardig aan en bij 7 helemaal wel. Nee, het voelt heel geloofwaardig aan. Oké, dus je kan het echt goed aan om hetzelfde beeld te kijken. Ja. Mooi, oké. Nou, mooi. Ja. Het lijkt gemakkelijk om te leren, maar het is het niet. En wat mensen eruit oppikken is de oogbeweging of de klikjes. En ja, dat denk je van, dat kunnen we ook. Maar wij zien het ook vaak misgaan. Baat het niet, dan schaadt het wel. En dat vinden we heel kwalijk. En dat is de reden waarom wij veel nadruk leggen op kwaliteit van behandeling en kwaliteitsbewaking van behandeling. Dus wat verwijzers en cliënten kunnen doen als ze EMDR willen, is vragen naar een behandelaar die is aangesloten bij de vereniging EMDR Nederland, want die waarborgt de kwaliteit. Het werkt ook voor kinderen. Dat is ook weer aangetoond in onderzoek voor die posttraumatische stressstoornis. Maar het lijkt op een of andere manier alsof het sneller werkt nog dan bij volwassenen. Nou, ik had last van mijn hoofd was heel erg vol. En telkens kreeg ik dat niet weg. Uiteindelijk ging het niet meer en daarom ging ik naar mevrouw Bakker. En bij haar kreeg ik een koptelefoon op. En telkens hoorde ik tikjes heen en weer. En dat was, toen ik daar uiteindelijk klaar mee was mijn hele hoofd helemaal leeg. Toen was alles helemaal weg. Helpt echt.